Nou, die heb ik inderdaad op een gegeven moment aan iemand weggegeven, ja. Want die mocht er niks mee binnen Arters. En ik heb hem maar één keer weggegeven, dus dat moet jij zeggen. Ja. We hadden echt wel 300 achter de schermen zitten. Er zaten er ook in die bak voor, zaten 90% mannen. Zat. Ja. 90% mannen. Dan heb ik, weet je wat ik op een gegeven moment gedaan heb? Ik heb dus van die 90% mannen, waar ik meestal al krom begon het groeien en oud, en die heb ik zo in sterke water geflikkerd. Ja, maar dat was toch niks mee aan te vangen. Wat moet je ermee? In stand houden van soort is niet in stand houden van individuen of aantallen. Nee, dat is genetisch gezond te doen. Exact. En ik zou bijna zeggen, schaf een tamme graviaal aan en flikker een paar maar bij. De SS die had arters en die ging in zijn seksen, want ze wilden zeker weten dat het een man of een vrouw was. En die is in het seksen gebleven, want die hadden ze zo stevig vastgebonden dat hij een hartaanval kreeg. Oh, zo zonde. Ja. Een van de mooiste uren is. Maar ja. Nee, maar inderdaad, dat kan ik me dus nog steeds. Dat staat mij bij. Dat is wel een tijd terug. Maar die pyrosofalissen, die waren zo leuk. Die waren echt mooi. Die waren echt leuk. Absoluut. Ja, want ik heb toen ook in die tijd Afanius Apodus artis uitgesmokkeld. Dat ook achter de schermen. Bakken vol, honderden. En mocht er ook niks mee. Ja, met lijden een beetje uitwisselen. Ja. Daar zat toen een professortje die er wat mee deed.